komt van welke is een nieuwe vlog. Het is even gelegen gevlogd heb, even gelegen beatbox heb, even gelegen geraapt heb. Sorry daarvoor. Ik zat heel erg in mijn eigen van de week en ik heb nogal minder fijne dagen achter de rug. Maar dat maakt niet uit, want dan gaan we vrolijk verder. En ik heb super gaaf nieuws. Namelijk, ik heb een nieuwe fiets. Dat is die wel. Even neerzetten, kan makkelijk praten. Ik zet een bak koffie voor mezelf, ook al een keer lekker. Oh. Ja, staat goed zitten. Zou het ook bezetten? Wat goed nieuws is namelijk dat mijn opa, die wordt zo, is van het weekend jarig. Oh. Mijn opa is van het weekend jarig. Dan wordt hij alweer 69. Ik heb een leuke cadeau voor hem gehaald. Die ga ik voor hem inpakken. Maar dat wil ik even niet zeggen wat ik bedoel, want nu zie ik, maak ik hem eens nieuwsgierig. Maar wat ik dus ga doen, ik ga dus met mijn nieuwe fiets naar Kersenbeus te fietsen. Daar heb ik super veel zin in. Nou, eerst dan kan ik even naar buiten kijken. En ga ik eerst weer even naar de camera kijken. Eerst wil ik zeggen hoe ik me voel. Ik voel me super, ik voel me op zich wel oké. Ik ben helemaal in TP zo. Volgens mijn begrijping ook niet. Nee, super tof, kijken naar de vlog. Welkom in de nieuwe vlog. Mijn naam is Theo, 24 jaar. En we zitten op mijn kamer nu en ik ga je vertellen hoe mijn week, hoe mijn dagen waren. Ik heb sinds dinsdag niet meer gevlogd, denk ik. Of sinds maandag, ik weet het niet meer. Dus het was heel druk met de kamer, schoonmaken, een nieuwe indeling. Super tof. Oh, flikker bellen. De indeling is helemaal veranderd. Kijk maar, ik heb een boodschap gedaan, chips en M&M's gehaald, Tony's en Coloni, super lekker, super duur, ik heb toch geld zat, ik heb er weer shampoo gehaald voor douchen, ik douche veel, ik stink best wel veel, dus ik moet veel douchen, dat is wel fijn, nieuwe neusprays besteld, helemaal tof, ik ben naar Action geweest van de week, ik ben nog de zeeman geweest en zo, dat is allemaal heel tof. We zitten alweer hier op de donderdagavond. Hartstikke netjes allemaal. Ja, opa is jarig. Vanmorgen is opa jarig en zaterdag ga ik het vieren. Half twee moet ik naar mijn opa en oma op de fiets gaan. En 4 uur trek ik naar Randwijk vanaf opa en oma. Super tof. Dus dat is een heel leuk weekend voor de boek verder. Ik zit voor de rest op zich wel goed in mijn vel na een goed gesprek te hebben. En toch mezelf meer positiviteit uitstralen. En meer tegen mezelf zeggen van, kom op jongen, je kan het, je bent een topper. En mensen trots op je, je doet goed met het strijden. En je bent zo goed bezig. En laat iedereen erheen maar gewoon lekker zeik nemen. Laat jezelf maar gewoon positiviteit uitstralen. En laat gewoon lekker genieten van het leven. Het is ellendige tijd. Het gaat ongelooflijk snel, maar het heeft nergens zin om te klagen en negatief te zijn en zegt dat het fout gaat. Want dan gaat heel veel goed. Ik heb fijne begeleiders, goede hulp, goede begeleiding. Fijne ouders, lieve familie. Nieuwe fiets, super tof. Ik heb heel veel comments gehad over de fiets. In ieder geval iedereen bedankt voor het reageren op de fiets. Dat de fiets zo gaaf is. Dat je het leuk ding vindt, daar ben ik heel blij mee. Het is echt heel goed. En dan ga ik even neerzetten. De lamp aan. Ik ga de lamp aan aanzetten, gewoon dat kan. Even kijken hoe die stekker zit, jongens. Ik ben helaas, door mijn stomme hoofd, ben ik de suiker vergeten mee te nemen bij die jumbo. Dat is een beetje dom voor mij, hè? Een bak koffie, laatste bak koffie vandaag. Ik heb de hele dag tegenwonken. Ben je ziek of zo? Dat zeker niet. Maar ik heb een boodschap gedaan, dus ik heb mijn grote vriend ingehaald. Mijn grote vriend. Het is een nieuwe grosgehaalde gember citroen. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Dus ik ga zo meteen een soldaat maken, ik zie ze wel eens dan. Ik heb een klein probleempje, mijn koelkast is een beetje raar aan het doen. Hij is heel warm. Vind ik een beetje raar. En hij is nog steeds warm. Na een half week is hij heel warm. Dus dan moet ik heel goed in de gaten houden. Voor de rest heb ik een leuke pet op. Leuk shirt aan, leuk spandoek aan.
Ik heb leuk gepraat met mensen, ik heb gedag gezegd met mensen, ik heb leuke scholieren gezien, leuke mensen de fietsen zien, de ponten zien. Leuke band met de jongeren, dus tof werk dat gehad. En van de week was het minder fijn, omdat ik gewoon een beetje om de kop kreeg dat dingen niet helemaal goed ging gisteren op het werk. Veel te schade is te vloeken, dus ik moet nog even goed maken met een collega. Even appen dat ik sorry zeg en zo. En, ja, de dochter ging een kanuien van Boema's en ja, ze heeft toch geen Facebook, Instagram of zo of YouTube, maar ze is wel aardig. Ik heb contact met haar via WhatsApp, dus we hebben met haar meegereden naar haar huis. We hebben het ook gesjouwd samen met Boema's en een collega. Dat was tof. Ik begin een puist te krijgen op een arm. Dat was minder tof. Ja, voor de rest. Voor de rest heb ik al een beste week gehad. Goede band met huisgenoten. Goede band met huisgenoten, begeleiders. En leuke mensen geappt en zo. Kun je wat zien, laten zien. Ik heb ooit mijn hele oude buschauffeur van school dit boekje gekregen. Vrienden voor altijd. Ik heb het dan ook zitten laten zien. De mensen is steeds iemand nodig met wie jij zwijgen kan. Super klein gaaf boekje over vriendschap, vrienden voor altijd. Heel mooie tekst laten zien. Ik kan even duidelijk maken, jongens. Voor als je in ieder geval denkt dat ik nu profielfoto op WhatsApp heb veranderd. Dat onze zei Christie heel veel op mijn social media voorkomt. We zijn gewoon vrienden. We zijn maatjes. Leuk gesprek met haar gehad. Ik hou heel veel met haar. Ik werk ook samen met haar. Ik ben gewoon vrienden met haar. Laat het even duidelijk zijn. En, ja, dat. Maar in het begin zei dat ik niet zo moest klagen. Ik heb heel veel dingen goed voor elkaar. Ik ben net twee keer op vakantie geweest en zo. Ik loop maar te klagen, dat is niet goed dat ik dat doe. Sommige banen moet ik dan wat minder doen. Ik kun je veel vragen te abonneren op het kanaal. Want daar vind je het leuk vind. Dat ik ook of je het leuk vindt. Er komen vanavond een nieuwe beatbooks aan, alles. Een nieuwe rap, misschien morgen. Dit weekend ga ik er buiten vloggen. En ik ga misschien ook een airport wezen vloggen voor jullie. Gewoon dat kan en dat dat leuk is. En hoe kan ik dat? Ik heb echt vieze veel peusjes op mijn rug. En hoe leuk. Dat is minder leuk. Ik ga zeker lekker iets in gewoon zo kijken. Dus ik ga nog ongeveer 25 doorvloggen. Gewoon dat kan. Wat ik wil vertellen in deze vlog is dat hoe je ook voelt. Hoe negatief je ook bent. Hoe depri je ook bent. Om altijd 29 te laten zien. Ik heb zojuist op Facebook op Beam gekeken. Op mijn site van Beam. Over de wind en winterdip. Het heeft geen zin daarin te hangen. Je moet juist je beste windje voorzetten. En juist er tegenaan gaan. En gewoon tegenaan vechten. En gewoon denken van. Weet je, ik kan wel lopen zeiken, ik kan lopen klagen en alles, maar ik kan beter gewoon positief zijn, niet alles afkraken en negatief zijn, maar ook gewoon positiviteit uitstralen. Want dat heeft de wereld nodig. Dat hebben wij nodig, en Nederland nodig, hebben wij nodig, heeft iedereen nodig. Er zit een moeilijke tijd. Het gaat vroeger donker worden, dus je moet zelf gezellig maken. Maar ik wil je bij uitdagen om een keer thuis de lamp aan te zetten, of een keer tegen mensen van, nou mag ik je wat vertellen, zodat ik de afgelopen tijd zo gedaan heb, nou of ik wil je mij vergeven. Ik heb niet wit licht gezien of ik heb gewoon goed gesprek gehad met mijn begeleider. En ik heb dinsdag gesprek met een psycholoog. Ga ik jullie volgende dinsdag wat over vertellen hoe het tot gegaan is. Een noodgesprek, omdat het echt nodig is. En voor eens moet je gewoon blijven praten met mensen, hoe je ook voelt. Nou, dit was een beetje mijn verhaal wat ik jullie wil vertellen.
heb verder niet echt nog wat te melden. En ik ging het goed, vandaag gisteren een blad gehakt. De bomen, er snoeit en alles. En wij hebben het blad gehakt. En ja, vandaar hoofddek gewerkt, goed voor Kees begeleidend. Het water geven, de ringbakken schoonmaken. Samen met Christian stagiaire hebben dat gehakt en opgeschept en alles. En we zien jullie cool, dat is even klappen. Ja, ik heb gedoucht, maar ik heb verpuist. Dus, we hebben toch een leuk gesprek gehad. Examen gewerkt, kantine heeft geveegd. Ik had opgeschept en alles. En morgen mag de kantine dweilen. Dat is ook wel tof. Morgen had ik lekker uitrusten, morgen het vaasje pakken. Zaterdag lekker uitslapen. En zaterdag naar mijn ouders toe, of naar mijn opa en oma toe. Dus ik moet 1 corona gaan pakken. Ga ik morgen even doen. Morgen aan het vaders uitruimen. Ik heb mijn vader gehad over de koelkast. Dus ik krijg zo als goed zijn antwoord op. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Ik zie het niet als geklagen was in een zeik video. Maar echt gewoon een nieuwe video van mij. Excuses dat ik niet, even niet gevlogd heb. Ik was niet eens druk, maar ik was gewoon telefoon steeds aan het opladen. Ik was gewoon s'avonds heel moe en zo, dus vandaar. Maar dat is geen excuus om niet te vloggen, want ik heb gewoon abonnees. Ik moet gewoon mensen tevreden houden met mijn vlogs. Dus dan moet ik het ook doen. In ieder geval, wil ik je nog 1 zeggen. Ik waardeer jullie likes op mijn Facebook foto's, Instagram foto's, WhatsApp statussen. En al je dankjewels dat ik zo'n goede strijder ben. Dat jullie zo blij zijn met mij, maar ik waardeer jullie ook. Ook hoe jullie mijn vlogs kijken, mijn video's kijken. Van huis net krijg je wel dat ik best wel leuke vlogs maak. En dat het helemaal niet nodig is dat het gewoon een top video is. Dat vind ik heel tof om te horen. Ik ben blij mee om te horen. En mijn klein trots erbij hoe ik het doe. Ik doe het allemaal goed. En mijn pb is eigenlijk moest aan de kleur aan tekenen. Dat had ik gedaan. Ik heb 1 tekening gemaakt. Ik zal het op Facebook en Instagram zetten. Hele mooie tekst. Zodat een mini getuigenisje. In principe kun je elke dag getuigen. Of elke dag genieten van het leven. Genieten van het weer en fietsen. Dat is ook belangrijk het hele doel. In ieder geval, ik ga een speciale video maken om mijn fiets. Om hem te laten zien hoe hij eruit ziet en zo. Die komt volgende week online. Vanaf mijn arm, want hij moet even heen. Ik heb vandaag nog FIFA gespeeld eergisteren. Dat was ook leuk. 3-0 gewonnen van Nacke Breda met Ajax. Dat ik Ajax had tegen Benfica gekeken en 0-1 gewonnen. Dus dat was heel netjes, 1-0 gewonnen. Nou, wat moet ik nog meer vertellen eigenlijk? Ik denk dat ik al de tijd volgekletst heb. Ik kan nog langer vloggen als ik wil, dus dat ga ik ook doen. Ik ga even mijn tablet aanzetten. Even aanzetten. Ik heb positieve dingen typen. Hashtag van 10. Ik heb zo typen. Deze plaats heb ik ook gedaan op Facebook en Facebook. En dat is ook heel moeilijk al, maar ik heb het helemaal niet moeilijk. Ik ben een beetje fake tegenwoordig. Maar dat maakt niet uit. Want we kunnen overal altijd alles van alles leren. En in ieder geval, tot slot. Het is een beetje een lange praatvideo, dus hebben we ook een vlog. En we moeten wel een video in 1. Tot slot, fijne woning. Ik heb eten, waterdak en eten. Een kamer, zolderkamer, werk. Lieve ouders, lieve familie. Mensen die voor ons binnen voor me zijn. Lieve stagiaire, leuke collega's. Fijne werkgever. Het is niet altijd gezeik altijd. Het is niet altijd makkelijk. Maar het is een toffe werkplek. Ik heb een top leven. Ik moet je lopen klagen. Ik heb niks klaar, want alles gaat voor de wind. Ik heb geen last van mijn voet. En van mijn rug en van mijn linker en rechtervoet, dan gaat het vanzelf wel over. Ik moet gewoon binnenkort afspraken met de fysio. Dus dat ga ik doen. Ik wandel heel veel. Ik wandel op mijn werk en af en toe naar mijn oom of naar mijn tante. Of af en toe naar mijn vrije, zeker bij Averink. Zondag ben ik via Averink geweest, super gezellig, maar ik heb het laatste nog al verteld. Het was een hele leuke avond. Ik heb lekker bijgepraat met Jani. Dat was tof. Het is een top mensen, dus ik ken hem al heel goed. En dan zullen we gauw een keer mij bezoeken komen. Dus dat vind ik heel tof. Gewoon een keer een afspraak maken. Superleuk.
Goed, ik heb de tijd lekker volgekletst. Ik drink eerst een bak koffie op en ik ga maar denk twee kijken. Als laatste wat ik wil zeggen. Ja, ik ben geen hip, ik ben geen rapper of DJ of hiphopper, maar ik ben Stefan, maar gewoon Stefan, Stefan en Christen. Ik ben hiphopper en Christen, hoe je het ook zegt. Ik draag een patchje, ketting, armband, ringen, omdat ik hiphopper ben. Ik rap veel, ik beatbox veel, ik breakdance af en toe. En ik geloof in God, zoals hij het weet. En ik geloof wel dat we alles uit het leven kunnen halen. En dat je elke dag van het leven mag genieten. En altijd maar, niet altijd over te gaan, maar ook als rust en rem erop. Dat wil ik hem zeggen. Dus in ieder geval, vriend, abonneer de kanaal, duim of je leuk vindt. Shootout aan Miranda Vlogt. Superleuk kanaal, check haar kanaal. Laatst een vlog gedaan van Airborne. En van Politiedag en van de Efteling. Superleuk, superleuke vlog. Check haar kanaal. Check onze kanalen. Pak je rust. Bijna weekend. Hele fijne avond. Bijna weekend. Eén dagje morgen werken. En dan zie ik vanavond morgen een nieuwe video. Ciao.